En ik heb ook gewoon zin om even geld uit te gaan geven. Dus ik ga zo verschrikkelijk blij zijn als ik die weer heb. Echt niet normaal. Ik ben weer thuis. Ik laat even snel zien wat ik dus allemaal heb. Goedemorgen, het is maandag en we zijn redelijk tijd uit Vera. Ze is nu aan het aankleden. Ik heb deze toppen aan vandaag van Mango, Broek, Levi's en Doensandalen. En we gaan zo even winkelen, alleen de winkels zijn nog niet open. En ik heb wat nieuwe dingetjes nodig en ik heb ook gewoon zin om even geld uit te geven. Weer een lekker maaltijdje van mijn dochter gekregen. Gelijk een change of plans. Oh, het is weer heet in de auto. Ik zou dus met Sarah naar de winkels gaan, maar toen stond Mila voor de deur. Of Sarah wilde spelen. En dat is natuurlijk leuker dan met mama naar de winkels gaan. Dus Sarah is nu bij Mila. Ik heb even gebeld met haar moeder. En die is lang genoeg thuis. En anders ging naar oma. En dan gaat Sarah mee in het uiterste nood. Maar dan is dat sowieso geen probleem. Dus als ik vast kom te zitten of iets, dan moet ik best wel wat dingetjes doen. Ik denk wel op tijd terug te zijn, maar ik kon het in dit geval niet garanderen. Maar dat is dus geregeld. Dus nu ga ik zelf maar even in mijn eentje snel. Misschien ook wel handig, want ik heb ook echt nieuwe BH's nodig. En dat is op zich wel makkelijk met passen als ik alleen ben. Omdat je toch in een hokje staat. Maar goed, ze gaat meestal gewoon mee, dus ik moet naar de schoenmaker. Want ik heb twee schoenen die ik nu niet aan kan om de hak. En deze schoenmaker waar ik altijd ga, die is sowieso echt wel heel goed. Doet ze echt heel mooi. En als ik het daar in het begin als eerste afgeef, dan kan ik het meestal aan het einde gelijk weer ophalen. Dus niet dat je pas de volgende dag kan ophalen. Hij zat wel heel snel ook. Dus dat is wel fijn, dan zou ik ze hebben. Want een van de paren is echt een van mijn lievelings zwarte pumps. Waar ik echt heel de dag op kan rondrennen. Dus die mis ik al. En ik vergeet ze al zo lang naar de schoenmaker te brengen. En echt, ik heb zo vaak mijn handen denken, oh nee, ik kan ze niet aan. Oh nee, ik kan ze weer niet aan. Dus ik ga zo verschrikkelijk blij zijn als ik die weer heb. Echt niet normaal. Dus ja, dat. Ik ben redelijk geslaagd. Ik heb heel veel tasjes. Mijn voorstel staat vol. Ik ga het thuis even allemaal laten zien. Nu snel naar huis. Dan zou ik op tijd terug zijn. Het enige waar ik niet voor geslagen ben, is dus zwarte sandalen. Want ik wil echt nieuwe zwarte sandalen. Maar dat is echt mission impossible. Ik heb een smalle voet. En ik heb twee paar uiteindelijk in mijn maat gevonden om te passen. Allebei te wijd. Dus toen hield het helaas gelijk weer op. Zo, echt. Die spiegel zit nu een spin en die spiegel zit nu een spin. Top. Ik ben weer thuis. Ik laat even snel zien wat ik dus allemaal heb. Dit zijn mijn gerepareerde schoenen. Dat zijn deze en deze. Dus die kan ik nu weer aan. Want die gingen niet meer omdat die hakjes dus kapot waren. En die gaan nu weer wel. Dit is lingerie en een pyjama setje. Nou, de lingerie hoeft niet helemaal te delen. De pyjama is wel heel leuk. Dat is dit leuke broekje met dit topje. Zo. Die is heel cute. Oh ja, en ik heb deze leuke bikini. Dat is van de Hunkemöller, of de Hunkemöller Duitse collectie. Dat is dit broekje. Zo klein met zonde, dat vind ik leuk. En dan dit topje erbij. Dat vind ik echt een heel schattig setje. Nou, mijn ondergoed deel ik niet. Dit zijn allemaal dingetjes voor Sarah, maar dat laat ik haar zo uitpakken. En ik heb nog twee linnen kussens roze. We hebben linnen kussentjes op de bank. En dat vinden we heel fijn, omdat dat koel blijft. Alleen, die zijn op. En dit is dus wel weer lekker koel om op te liggen. Dus ik wilde echt heel graag linnen kussentjes. En die hadden ze bij de Zeemans. Dus daar ben ik heel blij mee.
En ik ga even kijken. Ik had net de moederfamilie al geappt dat ik terug ben. Even kijken of ik al antwoord heb. Of ik ze al op moet halen of dat ze nog niet weggaan. Of misschien zijn ze al weg. Dat, ja, moet ik zien. Ze zijn zo thuis en hebben allemaal van die plaatjes gekregen van de Jumbo van Mila. Want die spaart ze niet meer. Dus dan gaan we ze openmaken. En... Hé, hey, we hebben... Ja, oh ja. Dan doen we ze eerst. Dan doen we ze daar. Niet alweer dat hebben. Je hebt weer niet diezelfde. Die had je vorige keer ook al. Die heb je ja, al... deze heb ik nu al 3 keer. Nee, meer. Meer. Meerdere keren dan. Deze maar openmaken doe ik zo. Delta werk heb ik het meest. Dat is 55. Wie heeft hem nodig? Ja. Doe dan een duimpje omhoog, dan weet ik het. Oh, nou, fijn. Ze hebben daar allemaal duimpjes en dan weet je dat iedereen het nodig heeft. Maar wat nou als ze een duimpje doen omdat ze de vlog leuk vinden? Dan weet ik dat in ieder geval ook. Nou, het zijn wel heel veel plaatjes weer, dus dat is wel fijn. En dan kijken we welke we nodig hebben. En ik heb nog 2 mensen voor wie we ook kijken. En dan komen we er. Moet ik zo even eentje appen. En hun bedden? Oh ja, die heb ik hier ook, want ik zag er wel precies hun bedden. Ga jij de grote maar op volgorde leggen, want dat zijn minder plaatjes. Doe ik de kleintjes even op volgorde, want dan is het makkelijker. Wat Sarah nog nodig heeft. En de eerste is gelijk raak. 1. 1. Die kan eraf. En dan... Hela, blijft dat ook in. Even kijken. 10. Die had je al. Dit zijn, dan doe ik ze gelijk bij de dubbele ertussen. 10 had je ook al dubbel. En... Even kijken. Wat komt het? Het is nog een keer 10. 11, hé, die moest je nog. Dat is fijn, die heb je nu ook. Hier zit er een. En dan 14, Sarah. 14, kijk eens. Die heb ik nu ook voor je. En 16, hé, kijk eens hoe goed je gaat. Ik heb ook 22 en 8. Maar ben je blij? Ja. Oh, je vergeet helemaal hier te kijken. En dan even kijken, dit is 24. Je vergeet niet deze te kijken. Oh ja, maar die, ik kijk even bij die, want die zijn een beetje beschadigd. Dus die zijn niet zo netjes op je poster. 28 heb je al. 33 heb je ook al. 34 hebben we nu. 35 heb je al. Die heb je zelfs al dubbel. En dan 36. Kijk eens. 36 en 40, die heb je al. En dan de grote. Ik heb ook een grote. Heb je ze op volgorde? Andersom, ja. Op volgorde. Hé, hey, de euromast. Kom, kom even wachten. Oh, je hebt ze andersom. Doe ik ze even zo, want dan kunnen ze bij die andere erbij. Dan hebben we, oh, niet helemaal vol. 45, kijk eens. Die moest je nog. Dat is fijn. En 48 heb je wel al. Oh, hier komt 47, kijk eens. Het gaat echt goed, dat weet je. Het gaat goed nu, hè? Ja, Mila had al die plaatjes die jij nodig had. Even kijken. Wat komt er dan? 55. Maar die heb je al. Daar, die moet bij Delta werken. Kijk, die heb je, kijk hoe vaak je die er hebt. Kijk. Hoeveel keer? Die is eindeloos. En 60 had je ook al. En toch weer een hoop erbij, hè? Ik ben gezellig. Eindelijk weer met Saraya. Dat is echt veel te lang geleden. Mama. Ja? Mag ik proberen boven weer te pakken? Je kan kijken of het lukt. Maar het moet wel gewoon in één keer lukken, hè? Ja. Oh. We gaan voor Bodie. Nee. Bodie time. Cutie pie time. Cutie pie time. Oh, een stokzaadje typt. Ja, dan gaat dat een stokzaadje staan, hè? Hij is zo lieverd. Ja. Zo, so, Bodie denkt ik vind lekker het wel zacht. Lekker deze. Ja. Hij is zo gegroeid. Echt bizar. Hij was echt de helft ongeveer van wat hij nu is. Mm. Ja, hij wordt groot. Ze doet het een beetje over zijn oogjes de hele tijd. Nee, valt wel mee, zo. Kijk, Saraya doet de hele tijd zo. Maar Saraya zit niet in zijn oogjes. Echt niet. Saraya weet echt wel hoe ze dat moet doen. En wij kijken weer Dark. Ik ben trouwens echt zo blij met die nieuwe kussentjes. Ze liggen echt heel lekker. Deze vind ik vooral heel mooi. En die zijn wel lekker in je rug of zo. Maar ik haat het als kussentjes heet worden. En deze blijft wel redelijk cool. Dus helemaal blij. En ik vind roze momenteel echt heel erg leuk. Dus ja.
En dat vind ik leuk. We hebben die lijstjes daar nu roze. En die nieuwe orchidee, die is een beetje oud roze. Dan die kussentjes roze. De laatste nijntje die we hadden gekocht was met roze. Dus zo komt de kleur toch elke keer wel een beetje terug. En we hebben die grote potten. Ze zijn een beetje beige grijs, maar ze hebben ook net wat rozigs erin. En dan met een beetje goud. Dus ik vind het wel leuk allemaal bij elkaar. Zo, even een gaapaanval. Oké, vaatwasser staat aan. Kamer redelijk opgeruimd. Dus ik ga mijn bed in. En ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!